De SGP. Wat is dat nou? Het getal bij komt uit op 5,2. Nee, maar een hele tevreden Almeloze fractievoorzitter van de VVD. Dus, het is een interview. Hey Bert. Dus ja, dankjewel. Hoe is de stemming bij de leden van de PvdA? Ja, niet best. Nee, niet best. Nee, kijk, je staat er een aantal weken in weer en wind met je rode jack. Om een verhaal te vertellen waar ik in ieder geval vanuit mijn tenen in geloof. En dan is het ontzettend zuur als je dat niet over kan brengen. Dus de uitslag tot nog toe, die valt een beetje tegen. Oh, een beetje tegen, het is een mooi eufemisme. Het is een uitslag, ik weet niet echt woorden die ik netjes op camera kan zeggen daarvoor. Het is ontzettend balend, zeggen we dan netjes. Jullie inzet was geweldig. Ongelooflijk. De meeste stemmen krijgen. Ja, de meeste stemmen, dat VVD zou halen, dat wisten we ook wel. Vooral na de gebeurtenissen van afgelopen weekend. Maar nu moeten ze met minstens 4 partijen gaan leiden. En hoe dat gaat uitpakken, moeten wij de komende dagen nog zien. Het wordt niet makkelijk. Wat vind je er tot nu toe van? Ja, voor onze partij gaat het geweldig. Ze heeft van 4 zetels gegroeid naar 16. Dat is een gigantische overwinning. Nou, in principe, als je kijkt, landelijk van 4 naar 12, dat zou dan in Almelo betekenen van 1 naar 4. Dus wij gaan voor 4 zetels in 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen. Goede hoop dus. Ja, daar heb ik goede hoop op, ja. Ik moet nog even kijken morgen of vrijdag hoe nou precies in Almelo gestemd is. Maar ik denk dat het in de landelijke trend zit, dat we flink gewonnen hebben.